Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 585. Ik begin met een korte terugblik op het vorige gedeelte om de draad weer op te pakken. Paulus gaat in hoofdstuk 3 in op de functie van de wet. Die wet maakt duidelijk dat mensen fout staan ten opzichte van God. Paulus voegde eraan toe dat de wet gegeven is door Mozes en diende tot de komst van Christus. Toen brak er een nieuwe periode aan, die van geloof en genade. De wet was een macht die mensen gevangen hield, maar toen Christus kwam, werd duidelijk dat er een uitweg was, een weg naar het leven. De deur van de gevangenis werd als het ware van buitenaf geopend. Dat is ook de enige manier, wie opgesloten zit, kan zichzelf niet bevrijden. Paulus vergelijkt de wet vervolgens met een opvoeder. Zo iemand moest kinderen naar school begeleiden en deed dat vaak met harde hand. Vaak was dit werk voor slaven, die voor weinig anders deugden. Paulus gebruikt een negatief voorbeeld om de onvrijheid onder de wet duidelijk te maken. Verder was het kind onder de hoede van de slaaf, totdat het aan de onderwijzer werd overgedragen. Zo brengt de wet mensen bij het kruis van Christus. Wie inziet dat hij niet aan Gods normen voldoet, kan alleen bevrijding vinden bij het kruis van Golgotha. Door het geloof in Christus verliest de wet haar zeggenschap en houdt ze mensen niet langer gevangen. De eerste zeven verzen van de Galaten 4 geven een verdere uitwerking van wat tot nu toe is gezegd. Het beeld van de belofte als erfenis wordt voortgezet. Aan de hand van het voorbeeld van de positie van de erfgenaam wordt verduidelijkt hoe er enerzijds in Gods heilsgeschiedenis een doorgaande lijn is, en anderzijds dat de situatie na de komst van Christus voor gelovigen veranderd is. In zekere zin is iemand, zodra hij in het testament is opgenomen, al eigenaar van datgene wat voor hem is bestemd. Toch kan hij er nog niet over beschikken en is het tijdstip waarop hij de erfenis in ontvangst kan nemen een ingrijpende gebeurtenis. Galaten 4, vers 1 Ik zeg achter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt gij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Het woord kind in dit vers is niet hetzelfde als kind in Galaten 3, vers 26, waar het van het Griekse woord huios komt en zoon betekent. Hier is het nepios en betekent een kleinkind zonder volledige mogelijkheid van spraak. Het boek vertaalt dit vers daarom als volgt. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam minderjarig is, is hij niet beter af dan een slaaf, ook al zijn alle bezittingen van hem. We zullen weer terug moeten gaan naar de Romeinse gewoonten om Paulus Illustratie in actie te zien. In een Romeins huis hadden dienaren de zorg voor verschillende bezittingen van de meester. Sommigen hadden toezicht op het roerend goed, anderen op het vee, anderen hielden de boeken voor hem bij, en nog anderen zorgden voor zijn kinderen. Als een kleintje in het huis geboren werd, zorgden de dienaren voor hem en kleden hem in zijn speelkleertjes, zodat hij er niet anders uitzag dan de kinderen van de knechten met wie hij speelde. En hij moest de knechten gehoorzamen, net zoals de andere kinderen. Gelaten 4 vers 2 Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. De minderjarige erfgenaam heeft te maken met voogden en beheerders. Het woord voogd geeft het algehele toezicht over de minderjarige erfgenaam aan. Het woord beheerders duidt meer op de financiële verantwoordelijkheid. Van het Griekse woord dat hier vertaald is met beheerders is ons woord econoom afgeleid. Een woord dat op andere plaatsen in het Nieuwe Testament vertaald wordt met randmeester. Dit beeld staat parallel met de tijd waarover we hebben gelezen in Galaten 3, vers 23. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet. De wet was onze opvoeder. Totdat Christus kwam. De minderjarige erfgenaam moet doen wat zijn voogden en beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil. In het testament van een overledene was het tijdstip vastgelegd waarop de erfgenaam de vrije beschikking over de erfenis zou krijgen. Wat voor tijdstip was dat? Het was de tijd waarop de vader zag dat zijn zoon in staat was om zelf besluiten te nemen. Toen bracht hij hem in de positie van een volwassen zoon. Let erop dat het de vader is die vaststelde wanneer zijn zoon de leeftijd van de rijpheid bereikte. Het was geen willekeurige wet, zoals wij in onze maatschappij hebben. Daarin wordt gezegd dat iedereen volwassen wordt op zijn of haar 18e verjaardag. Ik denk dat sommigen even rijp zijn bij 18 als ze met 21 zijn. Ook zijn er anderen die met 65 nog geen rijpheid hebben bereikt maar in Paulus tijd was het de vader die bepaalde wanneer de leeftijd van rijpheid bereikt werd. Dat werd op grootse wijze gevierd met het aannemen van de mannentoga, bekend als de toga virilis, wat hem de positie van een volwassen zoon in de familie gaf. De jongen droeg smorgens de amulethouder die hij vanaf zijn geboorte om zijn hals had gedragen. Hij legde daarna de van een purperen rand voorziene kindertoga af en droeg voor de eerste keer de volledig witte mannentoga. Na een maaltijd thuis, waarbij de zoon voor het eerst in zijn nieuwe kleding als volwassen man aanlag, werd de nu meerderjarige volwassene in het register van de burgers ingeschreven. Soms werd zelfs een standbeeld van de jongeman opgericht, ter herinnering aan dit ritueel. Iedere vrije Romeinse man mocht een toga dragen, dus niet de slaven of vreemdelingen. Herinner je dat de erfgenaam als kind dezelfde kledij aanhad als die van de slaven? Doet het jou ook denken aan de gelijkenis van de verloren zoon? Toen de jongen thuis kwam, ontving de vader hem niet meer als een gewone zoon. Hij ontving hem als een volwassen zoon. Hij deed hem een mantel om en deed een ring aan zijn vinger. De ring droeg het zegel van zijn vader, wat gelijk stond met zijn handtekening, en gaf hem het gezag van de vader. Hij werd nu als een volwassen zoon behandeld. Galaten 4, vers 3. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. De periode waarin een kind niet zelfstandig mag optreden, is te vergelijken met de periode waarin een gelovige leefde voor de komst van Jezus. Toen regelde de wet zijn of haar verhouding tot God. Er was geen intieme relatie met God als vader mogelijk, en dus ook niet een delen in de gedachten van de vader over het erfgenaam. Die periode van onmondigheid wordt beschreven als slavernij aan de wet, want wie onder de wet is, is niet vrij. Paulus gebruikt hiervoor de wet de uitdrukking de grondbeginselen van de wereld, want de wet hoort bij de wereld. De wet is gegeven aan een volk in het vlees, een natuurlijk volk, zonder te vragen naar de geestelijke toestand van dat volk. Nooit is de wet bedoeld geweest om een mens in een relatie met God te brengen, waardoor hij Hem zou leren kennen als Vader. De wet is er, opdat de mens zichzelf leert kennen. Gelaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. De wet heeft zijn tijd gehad. De wet toonde de mogelijkheid waardoor het volk alle beloften van God kon ontvangen. Maar de mens is een zondaar gebleken, tot in het diepst van zijn wezen, en heeft alle recht op de vervulling van de beloften verspeeld. Als de mens zich in zijn volle verdorvenheid heeft geopenbaard, is het moment aangebroken waarop God zich ten volle gaat openbaren. God heeft de zoon gegeven, geboren uit een vrouw, omdat ook de zonde door een vrouw in de wereld is gekomen. Hij is geboren uit een vrouw, maar verwekt door de Heilige Geest, zodat hij geen zondige natuur heeft. Maar dat hij uit een vrouw geboren is, bewijst dat Gij echt mens was. Maria was een Joodse vrouw, dus Jezus was als mens ook Jood. Sommigen willen denken dat Jezus tot geen enkel ras behoorde. Anderen proberen het feit dat Jezus, naar het vlees, een Jood was, te minimaliseren. De vrouw bij de bron, zoals in het vierde hoofdstuk van Johannes' evangelie vermeld wordt, zei, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Ze dacht dat hij een Jood was. En onze Heere verbeterde haar niet. Maar wat was nu God's doel in het zenden van zijn zoon? Galaten 4, vers 5: Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Net zoals in Galaten 3, vers 14, wordt het doel van het komen van Christus onder de wet aangegeven. Alleen zo kon hij hen die onder de wet waren, zowel Joden als niet-Joden, vrijkopen van die wet. Doordat Christus in onze plaats de vloek van de wet heeft gedragen, waaraan wij hadden moeten sterven, heeft hij ons onder de macht van de hele wet vandaan gehaald, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Paulus gebruikt hier een woord dat de vertaling is van het woord adoptie uit het Romeinse recht. Het betekent zoveel als door God als zoon of dochter te worden aangenomen. Het beeld is iets verschoven ten opzichte van het volwassen worden wat in vers 1 werd gebruikt. Door deze verschuiving wordt met nadruk gezegd. Dat de erfenis niet wordt ontvangen door ons volwassen worden, maar omdat God ons als Zijn kinderen aanneemt. In 1 Korinthe 2, versen 9 en 10 staat: Maar het is zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons achter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Deze woorden betekenen dat de waarheid van het woord van God alleen door de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Als wij meer over Christus willen weten, kan alleen de Heilige Geest ons hart en onze oren openen voor het woord van God. Dat geldt voor alle gelovigen, ook voor een volwassen christen die al jarenlang in het woord van God bezig is. Zonder de Heilige Geest is hij of zij even hulpeloos bij het bestuderen van de Bijbel als een pasgeboren baby. Maar als de Geest van God onze leraar is. Dan zullen wij het woord van God begrijpen, doorgeven en uitleggen, zoals de Heer het heeft bedoeld. Galaten 4, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader. Hier zie je hoe in het heilsplan van God de drie personen van de Godheid de zegen van het zoonschap tot stand hebben gebracht. Eerst zendt God zijn zoon, daarna zendt Hij zijn geest. God heeft zijn zoon gezonden om ons het zoonschap te geven. Daarna heeft hij de geest in onze harten gezonden om ons daarvan het bewustzijn en de vreugde te geven. De Heilige Geest wordt hier de geest van zijn zoon genoemd. Dat benadrukt dat zonen van God dezelfde geest bezitten als Jezus. God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in de harten van de gelovigen en door die geest kunnen en mogen wij Abba vader zeggen. Abba is het Aramese woord voor vader, maar het is een vertrouwelijk woord. Het werd voor zover bekend in de tijd van Jezus door niemand voor God zelf gebruikt. Kinderen noemden hun eigen vader zo. Het betekent papa. Jezus gebruikt het intieme woord voor zijn vader in de hemel. En zijn geest wil het ook de medezonen en dochters van Christus in de mond leggen. Gelaten 4, vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Wie in het bewustzijn als zoon, abba vader, zegt, is geen slaaf meer. Zo iemand is mede erfgenaam van de zoon. En dat is nu de plaats die God heeft bestemd voor wie Zijn zonen zijn. Het is opmerkelijk dat we in de gelezen versen in hoofdlijnen dezelfde structuur terugzien als in Romeinen 8, versen 3 tot en met 5. Daar staat, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft Zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeelt in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Voor we deze uitzending afsluiten, wil ik het hebben over gevoel en ervaring. Het is een groot voorrecht als een gelovige in Christus de Heer mag aanspreken als Abba, als Papa. Daar kun je emotioneel van worden. De Heilige Geest kan een gelovig mens laten voelen dat hij of zij een kind van God is. Maar het is even goed mogelijk dat iemand denkt. Zo'n ervaring heb ik nog nooit gehad. Misschien vraagt iemand zich dan af, ben ik dan wel een kind van God? Maar een kind van God worden of zijn hangt niet af van ons gevoel of een bepaalde ervaring. Het is wat we mogen weten. We hebben het net gelezen. Gevoelens kunnen bedrieglijk zijn. In het hart van een mens kunnen allerlei dingen een plaats krijgen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 15, vers 18, Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Jezus noemt in het verband van Matthäus 15 een aantal negatieve dingen op die uit het hart komen. De apostel Paulus noemt ze ook in Galaten 5, versen 17 tot en met 21. Daar staat: Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn: namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij. Toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwalgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Paulus zal duidelijk maken dat er in het hart van een gelovige twee krachten altijd met elkaar in conflict zijn. De oude natuur of mens is voortdurend in conflict met de nieuwe natuur, de nieuwe mens. Wij mensen ervaren dat als een inwendige strijd met positieve en negatieve gevoelens en emoties. Maar wie gaat die strijd in ons hart winnen? De oude of de nieuwe natuur? Het antwoord ligt in de woorden van de Heer Jezus. Hij zegt in Matthäus 12, versen 33 en 34 tegen de Joodse schriftgeleerden: Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. gebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Laten wij dezelfde vraag aan onszelf stellen. Waar is ons hart vol van? Van de oude mens of van de nieuwe? Dat blijkt uit de dingen die we doen en zeggen. In Galaten 5, versen 22 tot en met 26 staat De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. In de volgende uitzending lezen we meer over Gods genade, in het vervolg van Galaten 4. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de Ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through de Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.